Dit is Flevoland van zaterdag 16 januari. Een oplegger van een vrachtauto is vanmorgen bij Lelystad in brand gevlogen. Dat gebeurde vlak na 11 uur op de Houtripweg bij de afrit Lelystad Noord van de A6. Volgens de provincie is het onderstel van de oplegger in brand gevlogen en kon de aanhanger niet meer rijden. In de vrachtwagen stonden grote houten kisten. Mogelijk is ook het asfalt beschadigd. De Houtripweg is ter hoogte van de carpoolstrook bij de A6 een paar uur afgesloten geweest. Help Egbert en Ada de Wit van hun spullen af en geef ze een extraatje voor hun pensioen. Vanuit die gedachte hebben verschillende klanten twee acties opgezet om het drogisten-echtpaar de Wit uit Almere tussen de vaarten te helpen. Na 20 jaar start het echtpaar op 30 januari hun zaak aan de Rembrandtweg. We hebben wel een leeftijd bereikt dat we dachten van nou, we mogen een keer gaan stoppen. En ik had van de zomer een beetje met gezondheidsprikkelingen te maken. En toen is eigenlijk een beetje de knoop bij ons doorgehakt van is het verstandig om nog langer door te gaan. Ada en Egbert hadden hun zaak willen verkopen om zo hun pensioenpotje te vullen. Maar dat ging niet door. We hadden de zaak verkocht. En het vervelende wilde dat de huurbaas daar een streep door gehaald heeft. Omdat hij zelf een huurder gevonden had. En die vond hij belangrijker dan dat wij ons pensioen zouden krijgen. Toen vaste klant Sonja Smekers dat hoorde, begon ze een crowdfundactie om het echtpaar een extraatje te geven. Ja, ik dacht in plaats van al die bloemen die na een week weg zijn, is het misschien wel leuk om wat geld in te zamelen. Kunnen ze misschien lekker straks een weekendje weg als het weer mag. Ja, of een duit in het zakje voor hun pensioen, wat een beetje de mist in gaat omdat ze de zaak niet hebben kunnen verkopen. Daar kunnen ze het ook voor gebruiken inderdaad. Ja. Ja. Dus u hoopt op brede steun vanuit de wijk? Ja, ik hoop het wel. En ook Linda van Vels is een actie begonnen. Zij roept klanten op om de winkel leeg te kopen. Ze doen zoveel ook voor de mensen om ons heen, zeg maar, voor de wijk. Laat ik iets voor ze doen. Zij zijn er altijd voor ons. Je kan altijd naar binnen lopen om een gesprekje met ze te voeren. En ze luisteren altijd naar je, ze nemen de tijd. Ze zijn echt heel geliefd. Geëngageerd heet dat, hè? Met een mooi woord. Klopt. De oproep leek aan te slaan, want vanochtend was het lekker druk in de drogist en was het wachten voor de deur. U slaapt nog even flink in. Ja, gisteren ook ingeslagen, want de winkel moet leeg. De winkel moet leeg, natuurlijk. De acties doen het echtpaar goed. Ja, dat... Kom maar, Jasmijn. Heel veel. Ja. Het is gewoon eigenlijk overweldigend wat hier gebeurt. Ik vind het geweldig. 5 dagen in de week altijd maar druk. En dan ineens straks niks. Valt u niet in een gat? Ja, daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Ik moet nog wel even kijken wat voor leuke hobby's we kunnen doen. We hebben wel leuke hobby's hoor. We houden van zeilen. En ik hou van fietsen en wandelen. Maar ik zal het sociale heel erg missen. Winkel De Groene Zus in Lelystad gaat na de lockdown niet meer open. Dat laat Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis weten waar De Groene Zus onderdeel van is. Het is door de coronacrisis niet meer haalbaar om de winkel te openen, aldus de organisatie. De Groene Zus zit in het centrum van Lelystad. Andere ondernemers konden daar een tafel of kast huren, waarna hun spullen door De Groene Zus werden verkocht. Door de coronapandemie liep het vorig jaar al slecht. En met de huidige lockdown van 8 weken erbij maakt dat het niet meer haalbaar is de winkel open te houden, laat de winkelier weten. Het huurcontract van het pand liep af. Vanwege alle omstandigheden is er dus voor gekozen om het contract niet te verlengen. Het zijn barre tijden voor de evenementenbranche. Maar in Almere was er toch ruimte voor een uitbundige nieuwjaarsborrel. Met oliebollen en muziek en dat alles natuurlijk online. Na alle digitale initiatieven van rond de kerst voorzag de organisatie een leegte in het nieuwe jaar. Nieuwjaarsborrels, gezellig bij elkaar, elkaar weer ontmoeten. Maar goed, dat is er natuurlijk niet. Dus ik dacht, nou, waarom gaan we niet met alle horeca in Almere gaan we iets bedenken? En dat werd een livestream, inclusief een echte borrelbox, die kijkers van tevoren konden bestellen. Café Het Lievertje heeft een hele leuke borrelbox met allemaal verschillende hapjes. Steak at the Lake bijvoorbeeld, die heeft weer iets met vlees gedaan. Dat is natuurlijk een vleesrestaurant, café Eerste Rang. Is natuurlijk een feestcafé-achtig, dus die heeft weer met shotjes en dat soort dingen gedaan. Ze hebben iedere horecagelegenheid een beetje voor zijn doelgroep iets bedacht. Vanuit de studiootje in Almere Haven zongen de hele avond artiesten recht in de camera. En dat blijft toch wennen. Bij een echt evenement is het natuurlijk een beetje zo,
Heb je een heel klein dingetje ernaast of anders? Wow, de mensen zijn in feeststemming, dus die horen het dan toch niet echt. Maar ja, nu zit iedereen natuurlijk goed te luisteren voor de televisie. Dat maakt het dan toch ook alweer een klein beetje spannender. Ja, het is een nieuwjaarsborrel. Ja. Het nieuwe jaar ligt aan je voeten. Wat verwacht je van de komende tijd als artiest? Ja, als artiest, we moeten gewoon afwachten wat de tijd ons brengt. En zoals dat we nu gezellig met elkaar bezig zijn, verwacht ik, ja, dat kan omdat het zo goed georganiseerd is. Hè, door Horeca 036. Maar ja, anders kan het natuurlijk helemaal niet. En daarom is het ook voor artiesten een kwestie van overleven en doorzetten. Je ziet af en toe zie je ze voorbij komen op Facebook in een livestream. Ja, dat is ook gewoon om bezig te blijven, om zichtbaar te blijven. En dat is natuurlijk hier nu ook aan de gang. Het zichtbaar blijven van jezelf. En dan zomaar in de picture blijven. Dat zodra alles weer voorbij is, ja, dat je weer aan de gang kan met z'n allen. We gaan een beetje gezelligheid. En dat is dan even aanpoten. Dus je moet jezelf wel een beetje voorstellen dat er een heleboel mensen zijn. Want je wil wel een beetje spontaan en een beetje actief overkomen. Ondanks dat je helemaal niemand ziet. Dus, maar dat is wel geluk, denk ik.